13 brandweerkorpsen strijden in Uddel om de eer. Oranjerie viert 20 jaar bestaan met een veilingsactie. Hartstichting zamelt geld in voor actie Hartstikke Mooi. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Zaterdag werd in Uddel bij een houthandelbedrijf de jaarlijkse brandweerwedstrijden gehouden. 13 brandweerkorpsen uit de regio Epe, Voorst en Apeldoorn deden aan de wedstrijden mee. Het is een wedstrijd, maar het is ook een oefening, toch? Ja, het is eigenlijk een oefening. Alleen we hebben daar met wat puntentelling zeg maar, een beetje competitie aan vastgehangen. Zodat er een leuke, gezonde strijd zeg maar, plaatsvindt in dit geval bij een incident. De korpsen kregen een zo realistisch mogelijk scenario voorgeschoteld, waarbij zij te maken kregen met een van de risico's die benoemd is in het clusterrisicoprofiel van deze regio. Waar testen jullie vandaag op? We hebben een scenario, de teamwork, die moet goed zijn en er wordt hoog ingezet op de veiligheid. En ze moeten iets blussen, neem ik aan. Het is de bedoeling dat ze vandaag, ze krijgen de melding van een buitenbrand, bij in dit geval een houtverwerkingsbedrijf. En als ze goed om zich heen kijken, is er niet alleen een buitenbrandje, maar zit er ook iemand bekneld in de machine. En daar moeten ze in samenstelling, in afspraak met de ambulancediensten groeien, maar toch snelle bevrijding voor realiseren. De jaarlijkse wedstrijden werden ook gebruikt om nieuwe vrijwilligers bij de brandweer te krijgen. De brandweerkorpsen hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Wat moet ik kunnen of kennen? Of waar moet ik aan voldoen? Stel ik bij de vrijwillige brandweer wil. Sowieso een teamspeler zijn. Gewoon met z'n allen iets willen oplossen. Je willen inzetten bij nacht en ontij. Het mooiste is overdag weg kunnen, want dat is toch wel een hot item zeg maar, om bij je werkgever weg te kunnen. Dan wel in een dorp of een gemeente werken. En uiteindelijk een stuk opleiding wat echt gerelateerd is aan de brandweer. Brandweerkorps ASK uit het Harde kwam als beste uit de strijd. Zij kregen een eervolle vermelding. Afgelopen zaterdag vierde het winkelcentrum de Oranjerie haar 20-jarig bestaan met de start van een veilingsactie. De veilingsactie heeft de naam Spaar, Bied en Win gekregen. Iedereen die vanaf dit moment boodschappen komt doen bij de Oranjerie, krijgt veilinggeld, gratis veilinggeld. En met dat geld kan men op 11 oktober hier mee komen doen aan een echte veiling. Nou, het hoofdartikel in die veiling, het voornaamste veilingstuk, dat zien jullie daar staan. Dat is een jaar lang rijden in een Suzuki Alto. Maar er zijn nog veel meer prijzen en die staan in de Oranjerie opgesteld in een speciale etalage. En dat zijn allerlei ontzettend mooie prijzen. Dus ja, iedereen die zeg maar, de komende 2 weken komt winkelen, kan aan die veiling meekomen doen. De actie Spaar, Bied en Win werd door de wethouder Olaf Prinsen officieel gestart met het loslaten van oranje ballonnen. Niet alle ballonnen wilden naar beneden komen. Aan iedere ballon zat een portemonnee met daarin veilingsgeld. Ook bij de aankopen in de Oranjerie krijgt de klant veilinggeld aangeboden. Wie daarna boodschappen gaat doen of gaat winkelen, kan voor elke 10 euro die je besteedt, 10 euro aan veilinggeld krijgen. Kom je voor 100 euro een aankoop doen, krijg je 100 euro veilinggeld. Nou, daarmee kun je natuurlijk al een behoorlijk startkapitaal opbouwen om echt aan die veiling straks mee te kunnen doen. De veilingsactie in de Oranjerie duurt tot 11 oktober. Dan vindt er een groot jubileumveiling plaats. Er zijn twee sessies, één van 1 tot 2 uur en de ander van 3 tot 4. En voor elke sessie zijn echt prachtige veilingstukken beschikbaar, waar je dus met je gratis gekregen geld, zal ik maar even zeggen, op kan gaan bieden. Bij Achmea aan de Laan van Malkenschoten werd afgelopen zaterdag geld ingezameld voor de landelijke actie Hartstikke Mooi. De Hartstichting wil met dit geld onderzoeken doen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In Apeldoorn werd er onder andere kleding en tassen geveild. Hoe is het gegaan?
Nou, eigenlijk wel heel erg goed. Het bezoekersaantal was misschien niet zo heel erg hoog, maar we doen het voor het eerst. Dus ja, in die zin moet dat allemaal nog een beetje in opkomst komen. Maar de mensen die er zijn geweest, die waren erg enthousiast. Die waren hartstikke enthousiast, zou je wel kunnen zeggen. We hebben best wel heel veel verkocht. We hadden mooie veilingstukken. Nou, daarvan zijn ook aardig wat stukken geveld. Er zijn twee hele mooie unieke stukken. Die vonden wij te laag in de veiling, dus die komen nog op een andere manier aan bod. Een veiling, een modeshow, ging het allemaal om kleren of was het ook nog wat anders te doen? Het ging natuurlijk vooral ook om de kleren en om het event en om geld op te halen voor de Hartstichting. En dat geld gebruiken wij voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen met name. Mode is een vrouwendingetje, dus vandaar ook dit event speciaal voor vrouwen. En er moet heel veel onderzoek gedaan nog worden naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want tot nu toe is dat altijd alleen maar bij mannen gedaan en pas sinds 3 jaar... gebeurt dat ook bij vrouwen en het vaatstelsel is duidelijk anders. Dus daar moet echt nog heel veel onderzoek naar gebeuren. De klachten zijn anders, dus vandaar. Dus nog veel geld nodig. Betekent dat ook dat er een vervolg komt op dit event? Ja, dat gaan we zeker doen. Degenen die dit mee hebben georganiseerd samen met mij, die zijn heel erg enthousiast. Het was ook heel erg leuk om het te organiseren. De mensen die zijn geweest zijn enthousiast. De gulle donaties waren enthousiast, dus ja, waarom niet? Dat zeker doen. Karin Woed, bekend van het toenmalige duo Meewoed, trad die middag op. De actie Hartstikke Mooi duurde tot 6 uur 's avonds.